kwam door meerdere factoren. We praten heel veel, ik gaf hem heel veel advies. Als een soort van grote broer. Hij bouwde heel erg op mij. Ik heb hem ook gewoon geld betaald. Ik heb gewoon zijn gokschuld afgelost. Ik heb hem geholpen met zijn huur. Johan werd gewoon financieel beter van mij. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. En zo kreeg ik steeds meer informatie over alles wat in Johan speelt. En begon hij steeds meer te vertellen over zijn ouders, over zijn leven, over wat er gebeurd is in mei 2005. En ik denk dat puntje bij paaltje, dat het heel slim is geweest dat ik Johan af en toe wat geld heb gegeven. Omdat op een gegeven moment had hij echt zoiets van, joh, die Jaap is mijn vriend. Over de psyche van Johan is al veel gezegd en gesproken. Volgens vele wetenschappers is hij een sociopaat, een meer sociale variant van een psychopaat. Psycholoog Harry Timmerman heeft een duidelijke mening. Mijn naam is Harry Timmerman. Ik ben als kwaalopleiding psycholoog. Ik heb vooral gewerkt als criminoloog 30 jaar en daarna 7 jaar bij de politie in Groningen. En daarbij heb ik heel veel verhoren begeleid en een verhoorcursus gegeven. Dus ik was daar de verhoorspecialist. Om Johan van Sloot te beschrijven, en zeker in termen van sociopathie, dat gaat mij te ver. Hij scoort zeer, zeer hoog op gewetenloosheid en zeer hoog op narcisme. En narcisme is dat je jezelf geweldig vindt. Doordat hij die twee dingen heeft, zit hij ook dicht tegen de sociopathie aan. Het type Johan van der Sloot zal altijd de publiciteit blijven zoeken. En iedereen die hem daarbij kan helpen, omarmt hij. In april 2009 start Dave Holloway, de vader van Natalie, een nieuwe zoektocht naar het lichaam van zijn dochter. Er zijn concrete aanwijzingen binnengekomen waar ze zou liggen. Na een aantal dagen zoeken verschijnt er een bericht in de media dat Natalie daadwerkelijk is gevonden. Achteraf blijkt het niet waar te zijn, maar Jaap belt Johan direct uit zijn bed met het grote nieuws. Hé hey man, Jaap, jou hier. Ben je aan het pitten of niet? Ja, ik was even klaar. Hé, heb je het laatste nieuws al gehoord? Nee. Nou, ik denk ik bel jou meteen, want over al het nieuws, over heel het internet, het lijk van Natalie Holloway is gevonden, zonder gein. Zonder gein. Dus over heel het internet. Heb je het al gelezen of niet? Ik heb het niet gelezen, nee. Maar denk ik, wat is dat voor verhaal op Aruba met honden en alles? Ik weet het ook niet. Het zal het niks zijn. Het is gewoon bullshit, zeg jij? Ik hoop het. Ja. Ik kan me fijn niet voorstellen. Ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon bullshit is. Ik keek zelf ook verbaasd toen hij niet enthousiast reageerde op het feit dat het lichaam gevonden zou zijn. Want dat is een normale reactie. In de situatie zoals hij hem altijd heeft voorgesteld. Dat zou hem vrijpleiten op het moment dat het gevonden zou worden. En dat zie je hier dus helemaal niet in terug. En dat is heel apart. Rond de verdwijning van Natalie op het eiland Aruba staat nog altijd maar weinig vast. Toch heeft de politie een aantal objectieve gegevens verzameld die de bakens vormen in het verdere onderzoek. Het zijn er niet veel, maar ze zijn van groot belang. Op zondagavond 29 mei 2005 ontmoet Johan rond 8:30 s'avonds Natalie Holloway bij het Holiday Inn waar het Amerikaanse meisje logeert. Ze zit met een aantal medestudentes in het Excelsior Casino. Als Johan weggaat, vraagt Natalie of hij later die avond nog naar Carlos & Charlie's komt, een discotheek aan de Zuidkust. Misschien, zegt Johan. Hij loopt dan van het Holiday Inn naar de McDonald's. Daar wordt hij rond 22:00 opgepikt door zijn vader. Samen gaan ze naar huis. Johan moet op tijd naar bed, want hij moet de volgende dag vroeg naar school. Maar dat zal anders lopen. Want Johan wordt stiekem opgehaald door zijn vrienden Deepak en Satish. Ze rijden in hun auto naar Carlos & Charlie's. Daar drinkt Johan rond middernacht diverse drankjes met Natalie, die dan al het nodige op heeft. Na sluitingstijd rijden Johan en Natalie met Deepak en Satish naar het strand bij het Marriott Hotel. Ze vertrekken om 1:00 en komen aan rond 2:15. Johan en Natalie stappen uit op het strand tussen het Marriott en de Fisherman Huts. Deepak en Satish rijden naar huis.
Joran en Nathalie blijven hier zo'n 3 kwartier. Van 2:15 tot 3:45 zijn Joran en Nathalie op het strand tussen de Fisherman Huts en het Marriott Hotel. Dit staat vast. Vervolgens is er ter hoogte van het Marriott en het Holiday Inn Hotel een opvallende beweging. Tussen 3:15 en 3:30 verlaat Joran het strand. Hij loopt, al dan niet met Nathalie, het eiland op. Het gaat om een afstand van 200 tot 700 meter. Ten slotte is er een gat van zo'n 3 kwartier. Van 3:15 tot 3:13 is volkomen duister waar Joran uithangt. Maar dan is hij vanuit het gebied achter de hotels plotseling weer thuis. Dan duikt Joran op. Uit het niets. Tot zover het overzicht van de spaarzame, objectieve gegevens met betrekking tot Joran en de verdwijning van Nathalie Holloway. Prominente politieman in deze zaak was Gerald Dompig. Ik was op Aruba plaatsvervangend korpschef. Ten tijde van in 2005 toen de Holloway-zaak speelde. En bij het vertrek van de eerste teamleider die met pensioen ging, nam ik de leiding van het onderzoeksteam over. De start van het onderzoek was al moeilijk. De familie die was al heel snel op het eiland en die was dus echt ook met een hele zware delegatie. Er kwamen steeds meer mensen. En die hebben dus op niet mis te verstaande wijze aangegeven dat ze, wat er ook gebeurt, willen dat wij deze jongens of insluiten of in ieder geval hun aanpakken. Merkwaardig was dat het niet zozeer gericht was hun efforts op het terugvinden van het meisje, maar meer nog op zeg maar de betrokken 3 jongens aan de tand voelen, insluiten en dergelijke. Joran kwam al snel als verdachte in beeld. Toen bleek dat de eerste versie van zijn verhaal, waarbij hij aangaf dat ze het dat ze Nathalie hadden achtergelaten bij Holiday Inn Hotel. Toen bleek dat die versie niet klopte. Toen dacht ik van wacht even. Iemand die in staat is een verkeerde versie aan te geven van het achterlaten van dat meisje. Die weet dus dat de enige persoon die dat verhaal kan weerspreken er waarschijnlijk niet meer is. Joran heeft het onderzoek volledig in de war gestuurd. Het is natuurlijk frustrerend dat hij steeds een ander verhaal heeft. Als ik hem kan even terugpakken, het dossier toen ik belast was met het onderzoek, daar haalden we op een gegeven moment 24 versies van Joran zijn zeg maar activiteiten, van wat er werkelijk gebeurd was. En dat is, dan heb ik het over 2006. Ik denk dat we toch blij moeten zijn dat hij blijft praten. Het is natuurlijk frustrerend dat het iedere keer een andere versie is. Maar het is nog altijd beter dan een zwijgende verdachte. In de eerste maanden van het onderzoek wilde het rechercheteam Joran graag onderwerpen aan een leugendetectortest. Hij wilde dat wel, maar het mocht niet. Zoals zijn advocaten en zijn ouders. In het voorjaar van 2009 ontstaat het plan om dit alsnog te doen. Daar ligt, met Nathalie Holloway, lig je op het strand in Aruba. En toen? En toen ben ik naar huis gebracht en ik ben de volgende dag gewoon naar school gegaan. Je bent naar huis gebracht, door wie? Door de broers die pak. Je staat nu gewoon weer achter het verhaal in je boek. Zo is dat toen gegaan en zo heb ik het ook aan de politie verklaard. En zo is het ook volgens de feiten, dus wat meer wil je dat ik daarover zeg? Ik bedoel... Ja, dan heb ik zoiets van, joh, waarom kies je dan toch niet voor die optie om een leugendetectortest te pakken? Ja, die optie is nog nooit naar me toe gebracht. Ik heb daar niks tegen. Ik weet wat ik wel en wat ik niet heb gedaan. En ik heb niks tegen een leugendetectortest. Dus als ik alles voor jou regel, dan pak jij die test aan?
dan doen wij de test, ja. Ik weet ook niet of het in de Nederlandse wet toegestaan is. Maar ik heb er zelf niks tegen om een leugendetectortest te doen. Kijk, als jij gewoon een leugendetectortest wilt doen, dat is gewoon je eigen vrije keuze natuurlijk. Maar besef je wel wat eventueel de gevolgen kunnen zijn van die test? Dat besef ik heel goed, maar ik maak me daar ook geen zorgen om. Want als er kritische vragen gesteld gaan worden, sommige kunnen in je voordeel uitvallen, hè? Maar ze kunnen ook in je nadeel uitvallen natuurlijk. Ja, oké, maar ik weet zelf dat dat in mijn voordeel zou uitvallen, dus ik heb daar niks tegen. Welke vraag wil je absoluut niet horen in die leugendetectortest? Mij mag iedere vraag gesteld worden. Iedere vraag moet jou gesteld worden? Ja. Joran is bereid om mee te werken. Hij gaat er waarschijnlijk vanuit dat hij de machine wel de